Vanochtend tussen 19:30 en 19:45 was het constant, hadden constant mensen aan de tafel. Dat is natuurlijk wel leuk. De Campinatocht, wandelsportvereniging De Keistampers. Wanneer was de laatste wandeltocht? De laatste Campinatocht was eer vorig jaar. Vorig jaar is je niet door kunnen gaan vanwege de corona. Dat is de herstart, zou je kunnen zeggen, van de tochten die de Keistampers uitvoeren. En we zijn nu begonnen met de Campinatocht. En die komt in het najaar ook nog een herfstkleurentocht. Dus we gaan weer echt beginnen. Alleen deze tocht is toch beperkt in uitvoering vanwege corona. Hoeveel inschrijvingen zijn er geweest? Zijn vast voor inschrijving geweest een plusminus 170 personen. Dat is bescheiden. We verwachten dat er nog veel meer bijkomen, die mensen die gewoon loskomen inschrijven. Die gewoon spontaan langskomen en zich melden voor een tocht. Dus ik vermoed dat je ongeveer uitkomt dit jaar op 250 personen. Dat is weinig. Hoe zit het andere jaar? Normaaliter mag je per dag verwachten, pak een beet, 400, 450 man per dag. Wel, we zitten gewoon niet in vanwege, denken wij, corona-effecten. Toch nog. En wat is er aan deze tocht anders dan andere jaren? De grote verandering is dat er geen catering plaatsvindt. En ook dat mensen aan tafeltjes moeten zitten hier binnen het JRL. Er waren 170 voorinschrijvingen en op het moment zitten we aan de 130 voor vandaag ingeschreven. 300 ongeveer. Ja. Oké. Okay. Nou, de 7 kilometer die start vanaf het Loo. Nou, de afstand JRL, het Loo, is te groot om daar naartoe te gaan. Dus betekent dat we dus busjes hebben ingevlogen, om het zo te zeggen, die de mensen die 7 kilometer lopen, van het busje worden gebracht naar het Loo. Dat is eigenlijk de bedoeling, omdat ja, anders geen goede tocht kan worden gemaakt. Maar als je 7 kilometer moet lopen naar het Loo, dan ben je er al. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan gezellig wandelen. Welke afstand? 15 kilometer. 15 kilometer. Jullie hebben dan een hele poos niet kunnen wandelen. Jawel. Zeker weten jawel? We wel. Jawel, elke week. Want dan zoeken wij ze zelf op. Toch? Ja, op internet kun je alles vinden. Oké. Okay. Er zijn hele goede wandelsites te vinden. Dus, alleen ja, dan moet je zelf je wegje zoeken natuurlijk. Dat is dan niet aangegeven. Okay. Hoeveel kilometer loopt u in totaal? 15. Ah, 15? Ja. Oh, dus dat moeten we nog even. Ja, maar we hebben nog tot 16:30, dus dat moet lukken, hè. Ja. Ja, alleen het regent af en toe een beetje, hè. Dat ja, is wel jammer. Ja, dat wisten we al wel. Het zou een mindere dag worden, maar ik vind het nog meevallen, hoor. Ja. U heeft wel regenkleding bij u. Ja, dat wel. Maar ik vond het nog niet nodig om het te pakken. Nee, nog niet. Gelukkig maar. Het is wel lekker, zo een paar druppeltjes. En nog mensen met blaren en dergelijke? Nog niks? Nee. Helemaal werkeloos. Helemaal werkeloos, ja. Gelukkig. Ja, misschien aan het eind straks, hè. Nou, daar gaan we weer, hè. Ja, volle moed. Ja.